Kijk. Oh my god, look at this. We are back. Met de girl. Heerlijk. De run ging echt super goed. Echt heel. Ik weet niet waarom. Ik moet gewoon huilen. You just give me a... Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik heb het al even klaargemaakt en ik ga nu lekker cryo doen en lekker sporten. Tot ik weer even een koffietje. En dan ga ik er nu vandoor, gezellig met Coco. Het is weer tijd voor de cryo. Min 110 en min 160. 3 minuten. Oh, my. Oh, ik zit dingen aan te klikken. Oh. Ik wilde even laten zien hoe koud dat ding stond. Kijk, dat zie je. Ik word koud. Ja. Ik vind het ook weer echt zo wat voor jou. Nou, we hebben lekker leg day gehad. Ik voel echt super zwaar. Ik denk omdat ik mijn oogstel ben. Ik merk het ook echt. Alles gaat een soort fout. En het is gewoon... allemaal zwaar en ik heb meer zin in en ik ben zo gereinig. Nou, gewoon dat. Maar maakt niet uit. Ik ga nu even lekker editen en werken en ik hoef mijn huis niet meer uit vandaag. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb lekker een broodje gemaakt. Een broodje met ei en kipfilet. Gebakken in chiliolie. Hallo, het is avond en ik heb hele lekkere shakshuka gemaakt met zelfgemaakte, zelfgemaakte tortilla chips van Volkoren Wrap. Dat is echt heel makkelijk. Met gewoon die wraps met een beetje olie en kruiden en dan een paar minuutjes in de oven en dan heb je tortilla chips. En dat heel lekker erbij te eten. Ik heb dus geen Netflix meer. Ik weet gewoon niet wat ik moet kijken nu. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet kijken. Gooise Vrouwen komt er weer aan. Ik ga gewoon anders wel een oud seizoen van Gooise Vrouwen kijken of zo. Prima. Goedemorgen allemaal. Het is 6 uur. En de meid gaat weer even lekker hardlopen. We hebben de goodies. Koffietje. Eierenreep. Water. Even sluits pakken. En dan we're ready to go. Alright. De run ging echt super goed. Echt heerlijk om je dag zo vroeg te starten. Wow, ik had even dorst. Ik heb daar lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Helemaal lekker. Ik heb wat dingetjes gefilmd, al geëdit. Dus helemaal productief bezig. Ik krijg nu al even zo'n midday dip. Dus ik ga heel even een uurtje of een half uurtje liggen. Want ik heb best wel veel gedaan. Ik heb een beetje hoofdpijn. En als ik vandaag nog verder goed wil productief werken, is dat denk ik wel even verstandig. Nou, ik heb even een heel klein tukkie gedaan. Een half uurtje. En dan voel je echt weer top. Ik ben nu even lunch aan het maken. Het is echt super laat. Ik heb hier echt zieke puis. Zo, waar ruikt het hier naar? Zieke puist op mijn kin. Ik ben lekker een lunch aan het maken. Om 3:30. Maar goed. Ik heb lekker 2 eitjes. Ik ben een broodje aan het roosteren. Ik heb lekker kipfilet, feta, chiliolie. Helemaal geweldig. Ik had best wel laat ontbeten, dus ik had gewoon niet echt mega honger. Ik ben gewoon lekker heel veel aan het editen en zo. Het gaat echt goed. Heel blij mee. Vandaag heb ik weer een sportles. Echt niet handig gepland. Wow, dit is een best wel goede spot in de kitchen. Dan kun je met een hele mooie organized middag kruiden zien. Daar ben ik echt heel trots op. Heel blij mee. Die eitjes gaan altijd zo hard. Zo, geweldig. Ik heb een 7:15 sportlesje en Hyrox les. Die zijn altijd echt super leuke lesjes. Maar oh, heel heftig. Ik weet niet of het een heel slim plan is. Even mijn schoenen, mijn sportschoenen in de was gedaan. Ze ruiken ook helemaal weer lekker. Want we waren echt heel vies van de modder geworden. Het is echt super lekker zonnetje. Het is ook helemaal niet koud. Ook moet zo even boodschappen doen. Want ik ga lekker macaroni maken als avondeten. Misschien gewoon wel lekker veel. Dat we dat morgen ook eten. Dat is wel echt... Ja, dat ga ik doen. Lekker een hele grote pan macaroni maken. Gaan we het morgen ook lekker eten. Want en elke keer heb ik zoveel eten over. Oh my god, look at this. Zo lekker, yay. Ik heb me lekker klaargemaakt voor bed. Dan is het hier zo oranje. En ik ga lekker slapen. Good night. Ik bel Stan, maar hij neemt niet op. Ik heb echt al lang mijn bril niet opgehad, maar... Not herring. It's not herring at all. Ik ben lekker de vlog aan het editen. Kijk hoe cute. Ik heb deze mokjes nieuw. Dat heb ik gekregen van Alpro. Want ik kreeg een PR-pakketje met die nieuwe karamel en vanille melk. En ik heb nu de karamelmelk. En het is echt heel lekker. Maar ik vind niet dat je het kan vergelijken met een karamelsiroop. En de calorieën vallen ook nog best mee, zeg maar. Het is wel meer low calorie, denk ik, dan als je een karamelpomp zou doen. Dus ik vind het wel lekker. En ik had gisteren die vanille met mijn matcha. Dat was ook echt
super lekker. Vandaag heb ik weer lekker een thuiswerkdagje. En ik vind het zo lekker. Dit is echt de week voor mijn leven. Ik werk zoveel thuis. En ik merk ook dat ik het echt nodig heb. Ik heb het echt druk. Ik heb echt veel te doen. Dus ik heb het ook echt nodig om, ja, om gewoon zoveel thuis te zijn en te werken. Dus ik moet gewoon minder shit inplannen. Want anders kom ik gewoon echt niet aan mijn dingen toe. Ook met het zicht dat ik de hele vrijdag en zaterdag weg ben. Want dan moet ik de hele dag filmen. Voor hele leuke dingen, by the way. Daarna ga ik ook lekker sporten met Cecile. Ik heb een halve Hyrox morgen. En morgen ga ik lekker uit eten. Heb ik heel veel zin in met Floor, mijn manager en vriendin. Ja, ik heb allemaal leuke sportlesjes gepland deze week. Ik ben echt blij dat ik weer even lekker fully kan sporten zoals ik het wil. Want de afgelopen maand heb ik me echt wel een soort moeten inhouden dat ik niet te veel ging sporten voor Hyrox. Want een maand van tevoren ga je geen progressie boeken. Bijna niet. Dus dan kan je beter rustig aandoen en je lichaam niet blessures geven. Kijken. Hey, what's up? Nou, daar is de meid weer hoor. Met haar daily breakfast. Dit is gewoon zo lekker. Ik kan dit gewoon elke dag eten. Kwark. Overnight oats met gebakken appel, kaneel. Het is gewoon amazing. Het smaakt gewoon oprecht naar een toetje. Ik mag gewoon niet geloven dat iemand het niet lekker zou vinden. Ons eten het voor diegene maken. Lunch is served. Een cracker met kipfilet, schormend ei en feta. En hetzelfde op een volkoren broodje. Nou, lekker. We are back! Mixer. Kijk, kijk, kijk. Redefined. Hey, kijk, zij heeft heel mooi de zilver. Ja. Zilver. Wauw. Wauw, hè. Look at that. Leuk, man. Ja, ik vroeg aan Maggie hoe gaat het met rennen. En toen zegt ze, ben gestopt. Nee, hallo? Nee, niet buiten rennen. Ik doe wel een binnen voor, met de loopband. Oh ja. Want okay. Ik heb heel veel pijn in mijn knie. Als je gaat beginnen met rennen, dan ik heb altijd pijn in de knie. Ik heb wel gehoord. Ja, wel. Meerdere hebben dat, ja. Ja, ja, ja. Sad story. Ik heb net lekker gesport. Een upper bodytje. Lekker, man. En toen ging ik even naar kantoor pakketjes ophalen. En toen waren er wat pakketjes binnen. Dus we gaan even kijken wat het is. Ik heb trouwens deze super chille hardloopsokken gekregen van Jason. Jason is echt een schat. Ik heb hem ontmoet door een runclub. Hij heeft eigen runclub, At Level Runclub. En hij heeft dus ook zijn eigen sportmerk. En hij heeft mij al deze sokken opgestuurd. Nou, ten eerste super leuk kleurtje. Maar ten tweede, het zijn zulke fijne sportsokken. Want ze zijn heel zacht en allemaal leuke kleurtjes voor het hardlopen. En ze zitten gewoon echt super chill. Dus check it out. Dan de pakketjes. Oké, eerst even een doekloos. Oh my god, cute. Ontdek deze beauty powder van 123 Skincare. In samenwerking met Vivian Horn. Oh, wat leuk. Heel leuk. Your glow gift. Your glow girl. Een 3-step face care routine. Dat is mega cute. Kijk, een toner, gel cream en een cleanser. Echt super chill trouwens zo, dit. Om mee te nemen op vakantie of zo. Allemaal minis. Heel erg top. Van mooi, de agency. Kijk, hier heb ik een schaar voor nodig. Ik heb even een mental breakdown. Ik weet niet waarom. Gewoon huilen, omdat ik ongesteld ben en het leven even niet meer zie zitten. En soms heb je dat. Het is echt letterlijk geen reden, maar deze ongesteldheid valt me gewoon echt even niet lekker. Gewoon zo, dat. Maar weet je, ik ga wel gewoon sporten en ik zet me er doorheen. We gaan gewoon. Het opgeven is geen optie. Over Sanex. Ik heb hier een samenwerking mee. Dit is echt fucking chill, want ik gebruik Sanex. Letterlijk altijd. Al jaren. Mijn ouders, mijn stam, hier. Dus ja, ik vind hun douchegel gewoon super chill. Ruikt gewoon lekker fris. En ja, I love it. Goed voor je huid. En dan heb ik ook een deo. En een roller. Mega! Oh, top, top, top. Oké. En dan het laatste pakketje is van vegetarische slager. En dit was in de koelkast. Oh, wat leuk! Het zijn vegetarische kipstukjes. Mega leuk. Dit is gewoon eng. 20 gram eiwit. Oh my god, slay. Nou, wat leuk. Ze hebben er gewoon een heel recept bij gedaan. Paprika, gember, knoflook, noedels. Kijk dan. Niet normie. Thank you. Kijk, nu lijk ik weer helemaal blij. Dat is dus zo fake aan social media. Ik ben ook heel blij. Maar van binnen ben ik gewoon even. You don't have ups without downs.
Hallo allemaal, het is donderdag alweer. En ik zit weer een dag thuis te werken. Jee, ik ben heel veel aan het doen voor Really Fine voor de website. Ik heb nu even lekker lunch. Een broodje met prilworst en een broodje met kipfilet, ei en feta. Dan is voetbal aan het kijken, zoals we kunnen horen. Mooi, samenvatting even. Oh, samenvatting. Lekker tijdens de lunch. Heerlijk. Guys, ik heb gewoon de hele dag niet meer gefilmd. Echt heel erg. Ik heb een half highrollje in mijn eentje gedaan. Ging echt super goed. Zeg maar de eerste helft van een highroll. In 37 minuten. Echt crazy. En ik ga dus nu uit eten met Floor. Echt naar een super lekker Japans restaurant. Dus ik heb me daarvoor klaargemaakt. Ik heb dit super leuke topje aan van Naked. Broek van Naked. Helemaal top. Helemaal leuk. Helemaal chill. Ja, Floor komt hier nu doorheen. Dus dan gaan we zo. Ik ga jullie meenemen. Ik ben met Floor. Oké, we gaan alles even vastleggen. Ik vind het echt nu al helemaal leuk. Ik ben ook heel benieuwd. Kijk, we zijn dus in een echt Japanese restaurant. En wat is kimchi? Oh my god, ja, heel lekker. Jij moet het wel online? Ja, je moet dus een order doen. En hiervoor staat zeg maar ook allemaal te koken. Oh my god. Yuzu chicken. Wagyu tataki. Ik weet ook echt niet wat het allemaal afkomt. Ik zal iets op avocado seaweed salad. Oh, heel random. Wat? Jalapeno. Ze hebben ook echt veel. Dit lijkt me heel lekker. Ja. We hebben nu zo en dan dat zo. Mega. En dit is ook heel lekker van de yakitori spiesjes. Oh, je hebt ook gewoon een soep. Oh. Ja, dit wordt echt een ziek moeilijk keuze. Ja, wat ga je nou weer kiezen? We gaan het even uitzoeken. We hebben Wagyu. En ik heb dat nog nooit gegeten. Moet ik hier een TikTok van maken? Nee, ik wil gewoon eten. Ja, je moet gewoon afeten. En de kombucha hier? Ja. Oké, gaan we het proeven? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat vinden. Het was spannend hoor. Ja. Wat is het nou? Grilled Wagyu. Ik denk dat het echt een tong smelt. Nou, cheers. Oh my god. Echt heel lekker. Ja, dit is gewoon echt heel lekker. Het lekkerste stuk vlees. Ja, dat is zo. Het smaakt wel echt naar Wagyu, ja. Het is wel echt. Oh my god. Ja. Ik heb een 10. Ik heb het ook echt een dikke 10. Een dikke vette 10. Gyoza. Sorry, ik zie er niet uit. Jawel! Ja, ik weet niet zo lang. Hij is heel lekker. Hij is van Gyoza. Ook. Ik proef gewoon dat het vers gemaakt is. Heel leuk. Ik geef hem een 8.7. Ja, ik ook denk ik. We hebben een pork belly. Ik ga het gewoon in dit dippen, want dit sausje is zo lekker van die Wagyu. Ik ben heel benieuwd met miso. Ja? Dit is zo lekker. Het heeft zoveel smaak. Als je dit vergelijkt met Nederlandse keuken, dan heb je toch geen. Wauw, dat is echt heel lekker. Ik ga ook even een miso zoeken. Grilled smaak. Maar weet je wat is met die pork belly? Het is gewoon niet Thai. Nee, daar hebben we ook crispy. Bij dit ook ja, ik heb ook. Ik heb ook. Wat? Het is heel raar. Ik heb ook. Ja. Dus of het soort koud is? Ja, dat heb ik ook. Wat is dit? Miso. Ook aan het goed of zo. Ja. Ja, dat heb ik ook. Zo raar. Ik heb, alsof het koud is, ja. Het een beetje, maar... Heel grappig. Nou, okay. Ik geef die pork belly 9,5, denk ik. Dat is heel raar. De pork belly 9,5. Jij, hoger? Jij ook. Het gaat ook een soort niet weg, maar... Ja, die courgette, ik weet niet. Dat vind ik wel misschien gewoon een 7. Dat is niet ja, gewoon lekker, maar niet mee. Oh my god. We hebben een echte onigiri, denk ik. Oh, is het warm. Hij is zo. Ja, dit hoort eigenlijk niet bij een onigiri, hè? Oké, dan moet ik zeggen. Ja, cheers. Zo ver. Ja, dat is zo lekker. Ja, ik hou ook altijd wel een beetje van de sausje. Ik durf bijna niet te doen. Ik durf niet te passen. Nee.
Ik vind het 7.8. Nou, ik hoor dat hij dat het liefst zeg maar door de moet krijgen. Ja, ik snap dat wel niet. Het is ook wel echt een very underpin. Like sashimi. Ja, en we weten niet. Nee. Hamachi? Volgens mij is dat een hele lekkere. Ik heb veel vetmakreel. Oh? Echt een Japans. Volgens Google. Koriander is erbij. Ja, ja. Oh, niet van die groene. Ja, is wel lekker hoor. Ja, haar is helemaal ontvliegd. Dan zie je allemaal je eigen haar. Eigen haar? Je hebt geen extension. Nee? Het is ook heel dik. Volume. Door de het is echt super volume. Ik had wel even een Boring CC Red kunnen gebruiken. Ja, het komt echt nog de kip op zo'n stem. Het komt echt nog. I like it. Tot nu toe vind ik alles echt heel mooi. Ik ook. We hebben chicken karage. Hoe zit jij niet in je haar? Ja, want ik heb toch een staart in. Maar het zijn en echt, zijn echt stukken. Mega. Ik vind het dit. Ja, dit vind ik altijd lekker. Zo, dat kan. Oh mijn god, dit ziet er zo lekker uit. Ik ben er ook echt nu. Met miso. Wow, die leek was zo heet. Heel warm. Ik kan het net niet aanraken. Dit vind ik echt niet normaal. Dit vind ik zo lekker. Dit heb je die miso? Ja. Deze dit is echt heel lekker. Ook zo echt overzien. Ja, dit is heel lekker. Dan. Jammer. En dan hebben we hierna nog één stokje. We zijn dan dus echt perfect. Ja. Nou, we zijn lekker aan het shoppen. Stan heeft echt wel twee hele leuke Levi's broeken. Een trainingsbroek van Nike en een sportshirt. Ik heb nog niks, maar ik heb wel winkels gezien waar ik denk ik wel wat ga vinden. En het is echt super chill. Het is echt lekker ruim. Het is niet heel druk. Nou, het is wel gewoon druk, maar gewoon het is geen vakantie. Ja, het is geen vakantie. Dus je hebt echt letterlijk elke soort winkel. Maar, en elk soort merk. En alles is gewoon, Stan had net een joggingsbroek die was. Hoe duur was je ook alweer, Stan? Een joggingsbroek. Dat was echt ziek afgeprijsd. Ja, van 60 naar... 40, en toen scande ik het, toen was die 30. Ja. Een Nike-broek. Echt super chill. Nou, wat een geslaagde dag. We hebben echt super veel leuke dingen. Ligt allemaal op de achterbank. We hebben nu even een donutje van Dunkin' Donuts. Om het mee af te sluiten. Is het goed, ja? Wel weg in Nederland, hè? Ja, het is nu failliet in Nederland. Ja. Maar misschien vanaf 2025 of zo. Het is echt top. Het was echt... Ik zou hier echt vaker heen gaan. Ja. Ik wil hier echt vaker heen. Het is gewoon letterlijk shoppen en alles is gewoon in de sale. Gewoon fucking chill items. Gewoon allemaal sport items en zo. Zo. Heel zo. Lekker van die binnenkant. Ja, wel lekker. Nou jongens, we hebben een hele leuke challenge gedaan. Want je hebt zeg maar zo'n steenpapier schaar date. En dan moet je zeg maar in de appie steenpapier schaar doen. En dan drankjes, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. En wie wint mag bepalen wat het wordt. En ik heb dus alle drie de eerste gewonnen. Dus drankjes, voorgerecht, hoofdgerecht en Stan heeft alleen nagerecht. Dus ik heb dit uitgekozen. Italiaans en avond en gewoon lekker makkelijk. Vooraf mozzarella, tomaat. En dan als hoofd deden we een pizza met een verse pasta. En ik had dat als drankje lekker dubbelfris. En Stan heeft als toetje Ben & Jerry's. Nou, super leuk. We are going places. Gisteren Bataviastad en vandaag zijn we in Groningen. Ja, niet normaal. Kijk, mijn nieuwe petje op die ik gisteren heb gekocht. Helemaal leuk. En we zijn hier vandaag voor de opening van een nieuwe winkel van Grant Optical. Dus super leuk. En dan mag Stan ook een bril uitzoeken. Ofwel, ik mag een bril uitzoeken, maar ik heb al genoeg zonnebrillen. Dus ik gun hem aan mijn lieve vriend. Dat hij meegaat met mij. Dus ja, we zijn er voor 5 minuutjes. Helemaal top. Nou, we hebben echt een super leuke bril uitgekozen bij Grant Optical. Laten we even zien. We zitten nu trouwens op de Grote Markt. Even lekker lunchen.
Oakley, hoe zeg je het? Oakley. En het is natuurlijk, ons kennende. We moesten even het eten bestellen hoor. Laat even zien. Kijk. Snelle planga. Nee, het is een nieuwe hardloopbril, sportbril, voor het skiën. Kan allemaal. Echt heel leuk. Ja. Jij zou even laten zien hoe die bij mij staat inderdaad. Oh ja. Ja, want we delen hem gewoon natuurlijk hè mensen. Ja, hij is wel van jou. Ja. Ik heb hem aan Stan gegeven, maar... Hij staat even te veel brillen. Ik zie hem niet goed. Mooi. Hij is ook echt lekker. Ja, en we hebben nu lekker een drankje. Ik heb lekker een kapu. Hallo mensen van de vlog. Hier, voor jou mag ik een koekje. Zo, dankjewel. Wat aardig. Aardig, hè? Nou, echt super blij. Oh my god, we hebben lekker eten. Ik heb broodje pulled pork. En een barbecue chicken burger. Niet normie. Mag ik die? Hapje. Yeah. Del. Jongens, helemaal vloggings. Ik ben weer met de girl. Nou, niet normaal. Helemaal uit. Helemaal uit. Gaat verder. Heel lekker hier. Maar ja, weet je. Iedereen is echt zo onscherp. Als... Ik weet niet of je wat mij moet vragen. Ik weet niet wat moet jij ik, jongens, ik heb ja, heel de hij wordt gefilmd. Nou, zeg maar, hoe alle goed. Credits mogen aan mij. Ja. Nou, even eigen credits geven. Ja. Zo laag. Nee, maar het zag er echt leuk uit. Goedemorgen allemaal. We gaan superleuk een Hyrox lesje doen. En daarvoor hebben we natuurlijk even een deze pre-workout is echt fucking lekker. Sour cherry. En deze hadden we ook voor de Hyrox genomen. Dit is ook van Hyrox. Ja, product official. Hier, official product fitness racing. Nou, ik ga hem even proeven. Ja, want ik ging het eventjes dan ook in mijn eentje proberen dat jelletje te nemen. Ik dacht, ja, weet je wat, normaal zet jij dat allemaal voor mij te regelen. Hier, Bob, kom maar. Zelf, ja. Heel goed. Dat, ja, daar denk ik wel goed is als je dat af en toe dan ook alleen gaat. Ja. Dat je dat dan ook... Ja, ik zat ook echt te denken. En dan is dat met z'n tweeën alleen maar makkelijker. Ja. Ja, ik zat ook echt te denken, gisteren, ik moet ook echt even een keer een long run in mijn eentje gaan doen. Ja. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, ook al met Stan ja. Klopt. Mij van mee. Ja. Ik krijg een... Dat is gewoon echt... Dit is zo lekker. Mm. We waren in Bataviastad en daar had je een Haribo winkel. Mm. En dan kon je alle Haribo snoepjes scheppen. Dus wij hebben zo'n bak met al die ik eet nooit snoep. Maar zo lekker. Al die kersjes, die perzik. Oh, echt zo lekker. Dat kan dan even zo lekker zijn. Moet ik even helpen? Je krijgt hem nooit helemaal open. Mm. Leuk als je dit koud legt. Zo, inderdaad. Een soort van ijsvibe. Hallo allemaal. Het is zondagavond. Het was een super leuke dag. Sportles was heel leuk. Daarna heb ik bij Stan thuis nog even gewerkt. En net had ik lekker een soepje gemaakt. En ik ga nu lekker weer nog even werken. En dan ga ik zo naar bed. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog weer vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet hier niet mijn andere socials te checken. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei. Well, miss, I guess I'll be on my way now.